Boer uit Andelst namens BBB verkiesbaar voor Provinciale Staten. Hoe verduurzaam je een woning van 100 jaar oud? En Volkhof Museum geeft inkijkje in het museum van 2025. De Provinciale Statenverkiezingen komen er weer aan. In maart mogen we hiervoor weer naar de stembus. Ondanks dat het nog ver weg is, beginnen de eerste kandidaten zich alweer te melden. Zo ook in onze regio. De Boer-Burgerbeweging van Caroline van der Plas is een nieuwe politieke partij die pas vorig jaar in de Tweede Kamer kwam. BBB wil ook mee gaan doen aan de Provinciale Statenverkiezingen. In Gelderland staat Diederik Tap uit Andelst op de kieslijst. Ik ben Diederik Tap. Ik heb een akkerbouw en bedrijf in Andelst. Ik woon samen met mijn vriendin. We hebben 3 kleine kinderen. En ik heb mijn kandidaat gesteld voor de Boer-Burgerbeweging voor de Provinciale Staten. En waar sta jij voor? Wat zijn jouw idealen? Nou, eigenlijk een beetje meer tolerantie binnen eigenlijk iedereen. Dus niet alleen de plattelanders en de bewoners van de stad. Ik heb zelf eigenlijk ook 10 jaar in de stad Utrecht gewoond. En ik vind het gewoon belangrijk dat je elkaar niet polariseert en gewoon luistert naar elkaar en gewoon dingen doet volgens feiten en niet volgens onderbuikgevoel. En wat is voor jou als boer belangrijk? Dat de boer niet te makkelijk wordt weggezet als vervuiler of dat ze zomaar wat doen. Maar wij houden ons ook gewoon netjes aan de regels en we willen ook best wel aanpassen aan dingen. Alleen we moeten ons wel de tijd voor kunnen gunnen om ons aan te kunnen passen. Ja, want momenteel heb je het stikstofdebat en een paar dagen geleden is het ook weer een uitspraak geweest over de stikstofmaatregelen. Wat vind jij daarvan? Nou, ik denk dat je het hele stikstofgebeuren eigenlijk als één moet gaan zien. En dat je eigenlijk terug naar de tekentafel moet en gewoon kijken van waar komen de feiten vandaan. En dat er niet te veel eigenlijk wat nu gebeurt bij een rekenmodel wordt alles bepaald. Maar gewoon echt specifiek kijken van waar komt het vandaan. En het is niet alleen van het agrarische, maar er zijn natuurlijk heel veel industrie. En eigenlijk mensen zelf die het ook uitstoten, daar moet ook naar gekeken. Niet alles op het bordje van de agrariër gegooid te worden. Niet iedereen is positief over boeren, mede door de protestacties die ze hebben gedaan met her en der ook het nodige geweld. Diederik heeft hier nooit aan deelgenomen, maar snapt het wel. Ja, dat in één keer gezegd wordt, je moet voor 90% je bedrijf verkleinen. Ja, dan schiet je wel in de stress en dan wil je wel wat doen. Dus ik begrijp het gewoon hartstikke goed. Ja, maar het geweld wat de boeren gebruiken, hooibalen langs de snelweg in de fik steken, daar is niet altijd bij iedereen begrip voor. Nee. Wat vind jij daarvan? Je moet er gewoon altijd netjes blijven. Simpel zat, ja. Er worden wel eens uitspraken gedaan, geen boeren, geen voedsel. Maar 80% van het vee, in ieder geval in Nederland, wordt geëxporteerd. Ja, ik denk dat het ook een beetje te simplistisch is gezegd. Natuurlijk wordt er geëxporteerd, maar er wordt ook veel geïmporteerd. Dus eigenlijk, zoals ik het weet, komt dat redelijk tegelijk, de import en de export. En je kan natuurlijk hier niet alles verbouwen qua eten in Nederland. Dus dan wordt er gezegd, je bent zelfvoorzienend, omdat je dan de export een beetje weg kan strepen tegen de import. Tap stelt zich verkiesbaar voor Gelderland, maar er spelen ook lokale belangen waar hij zich hard voor wil maken. Ja, wat echt hier lokaal bezig is, zoals eigenlijk overal, met windmolens en zonneparken, ben ik helemaal niet tegen. Maar dan wel goed samenspraak met de buurt en zo. En dat er niet één keer een plekje wordt gevonden en daar zetten we een park neer of windmolens of dat soort dingen allemaal. Eerst goed samenspraak en dan kijken wat er allemaal mogelijk is. En hoe schat je je kansen in? Ja, er zijn 55 zetels. Het zou mooi zijn als we alle 50 hebben, maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Nou, ik denk dat wij wel tegen de 10 zouden kunnen krijgen. Maar het blijft toch politiek, hè? Dus. In het kader van de Klimaatweek werden er deze week talloze tips gegeven over een duurzamer leven. Ook onze klimaatburgemeester Art Dortmund deed hier aan mee. Vrijdag gaf hij in Nijmegen voorlichting over hoe je een woning van 100 jaar oud alsnog kunt verduurzamen. Ook een huis van bijna 100 jaar kan van het gas af. Ad Dortmund vertelt hoe hij dat heeft gedaan. Nou, ik ben al sinds ongeveer 2001 stapsgewijs heb ik dingen geïsoleerd. Dus het oude dubbelglas vervangen door beter dubbelglas, HR++. En ook de spouwmuur laten na-isoleren. Daarna ben ik dus aan de gang gegaan met het verdiepen in gasloos verwarmen. En heb ik eigenlijk zelf heel veel informatie moeten verzamelen, omdat het heel moeilijk was om dat te verkrijgen. Maar dat lukt wel.
En dan kom je dus uit bij een water-waterwarmtepomp met PVT zonpanelenbron. Want dat verbruikt het minste stroom. We kennen allemaal zonnepanelen, maar Ad heeft nog een extra bron. Die bron laat ik even zien. Want dat is dus een PVT. Dat kennen we allemaal als zonpaneel, PV, wat de stroom opwekt. Maar het belangrijkste is, dit zit achter het zonnepaneel. En daarmee wordt warmte uit de buitenlucht gehaald, doordat hier glycol erheen wordt gepompt en dat warmte kan opnemen. Ook als het donker is. Dat is ook al heel belangrijk. Dus het is geen zonboiler, maar het haalt warmte uit buitenlucht zonder die ventilator. En daardoor heb je buiten ook geen geluid. De consumenten profiteren juist meer van deze warmtepompen. Het grootste voordeel is dat het dus 1,5 keer minder stroom verbruikt voor jou als consument. Dus ondanks dat die installatie wat duurder is, verdien je de installatie sneller terug. En de totaalkosten na x jaar verwarmen zijn met zo'n installatie altijd lager dan de andere warmtepomp. Ad Dortmund rijdt in een Land Rover. Je zou denken dat dit niet duurzaam is, maar Ad denkt daar anders over. Want een Land Rover is eigenlijk een circulair project op zich, zou je bijna kunnen zeggen. Dit model is gemaakt in, ontworpen in 1985. Sindsdien zijn er nauwelijks veranderingen aangebracht in koplampen of bumpers en zo, wat andere auto's heel vaak doen. Dus dat is al heel duurzaam. Dus je kunt de onderdelen uitwisselen. Er zit een veel schonere motor in inmiddels. En ik rijd zelf dan op fossielvrije blauwe diesel. Wat gemaakt is van resten van industrie en horeca. Ze noemen het dan fossielvrij, omdat anders die resten zouden worden verbrand. Dus daarmee is het dan inderdaad meer klimaatneutraal. En het is schoner dan benzine, biogas en het huidige grijs elektrisch rijden. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Het Valkhof Museum is inmiddels al even gesloten. Maar gisteravond was er nog een feestje in het Lege Museum. Hoe dat precies zit, dat zie je zo. Voetbalclub SCP uit Puiverlijk zit te springen om het afgebrande clubgebouw te herbouwen. Dat meldde voorzitter De Biesen deze week aan leden van de gemeenteraad. Herbouw van de accommodatie kost ruim 9 ton. Na aftrek van verzekeringsgelden en subsidiemogelijkheden blijft er volgens De Biesen nog een ongedekt bedrag van 5,5 ton over. Hij hoopt dat men de noodsituatie bij de club onderkent en bereid is om de helpende hand te steken. Hij wees erop dat de club een belangrijke sociale rol vervult binnen het dorp Puiverlijk. Haltetaxi RR Reis is officieel onthuld in Slijk-Ewijk. Dit is een nieuw OV-aanbod in de vorm van een deeltaxi, waardoor Slijk-Ewijk nu aangesloten is op alle OV-verbindingen. Op deze manier wordt het openbaar vervoer in Slijk-Ewijk verbeterd. De taxi brengt je naar verschillende OV-plekken binnen 15 kilometer of naar de OV-plek die het meest dichtbij zit. En zal rijden van 6 uur in de ochtend tot 1 uur in de nacht. Waarmee er altijd een aansluiting is op een trein. Geen boete als je te snel rijdt, maar juist een beloning als je je aan de maximumsnelheid weet te houden. Dit gebeurde de afgelopen maand in de Vlemingstraat in Nijmegen. Iedere keer als iemand zich aan de maximumsnelheid wist te houden, ging er geld naar een spaarpotje. Voorheen werd er vaak te hard gereden in de straat, wat bij bewoners voor veel irritatie zorgde. Vandaar dat ze met dit project kwamen. De snelheid van de voertuigen werd met een snelheidsmeter nagekeken. Met deze proef van een aantal weken is nu €4.986 opgehaald. Met het geld zullen de permanente snelheidsmarkeringen worden aangebracht in de straat. Donderdag vond in Druten de laatste mert weer plaats. Wat veel mensen opviel is dat de hoeveelheid vee, waar de markt onbekend staat, steeds verder afneemt. De markt bestaat al ruim 200 jaar en in die tijd is er veel veranderd. Veel mensen vinden vee op een markt niet meer kunnen. Hoewel de meeste Drutenaren het traditionele gehalte belangrijker vinden. Ons programma Wat zegt het volk zocht uit hoe de marktbezoekers hier dit jaar in stonden. Het programma is zondag te zien op ons YouTube-kanaal. Ja, het Valkhof Museum is inmiddels al even gesloten voor de grote verbouwing die er voor de deur staat. Ook de meeste kunstwerken zijn naar een depot gebracht. Toch was er donderdagavond nog volop levendigheid in het lege pand aan het Kelkensbos. Een ieder die geïnteresseerd was, kon een bezoek brengen aan het carouselfeest, waar vooruitgeblikt werd op het museum van 2025 met verschillende activiteiten. We zijn hier vanavond in het Valkhof Museum in Nijmegen. Het Valkhof Museum is dicht en het blijft nog wel even dicht, maar vanavond is er toch iets speciaals te doen. Thank you.
jullie zijn nu op het feestje van Museum het Valkhof. Waarin we eigenlijk afscheid nemen van het gebouw dat in 1999 openging. En we gaan nu verbouwen. Dus het is terugkijken, maar vooral vooruitkijken. Wat kan de toekomstige bezoeker verwachten van het nieuwe gebouw? Een gebouw waar die zich heel erg welkom gaat voelen. Een gebouw waar je gewoon in kunt lopen, koffie kunt drinken, kunt meedoen aan workshops. En waar je voelt dat er iets gebeurt dat een relatie heeft met de geschiedenis van de plek en met hedendaagse kunst. En waar je pas op het allerlaatste moment een kaartje hoeft te kopen om een tentoonstelling te zien. Dus ook echt een plek om te zijn. Ik ben even een rondje aan het lopen door het Valkhof Museum. Ik sta hier nu in een zaal die best wel vol staat voor een museum dat eigenlijk leeg zou zijn. Nu zie ik daar een zaal waar volgens mij een film wordt afgespeeld. Het is best wel donker, maar in de zaal hiernaast zie ik wat meer activiteit. Laten we even kijken. Michael, zou je wat kunnen vertellen over de ruimte waar we nu in staan? Jazeker, dit is een beetje de brainstormruimte van vanavond, waar we drie vragen gaan beantwoorden, of aan beantwoorden zijn. Wat zouden de mensen zeker terug willen zien in het nieuwe Valkhof Museum? Wat wil je helemaal niet meer terugzien in het Valkhof Museum? En wat mag er niet ontbreken in het nieuwe Valkhof Museum? En er komen hele diverse antwoorden uit. Dus nu ga ik eventjes een aantekening maken over wat ik vind dat niet kan missen in het aankomende Valkhof Museum. Is dat een beetje... Ja. En nu wordt mijn aantekening live getekend. Ja. Want wat ik heb opgeschreven is een groene bijdrage aan kunst. Want dat zou ik mooi vinden als het Valkhof dat zou doen. En er staat een boeketje erbij, maakt alles mooier. En daar ben ik het helemaal mee eens. En wat is nou het belang van het hebben van een museum in Nijmegen? Nou, volgens mij gaat het museum heel erg over identiteit. Want wij zijn een museum dat zich verbindt met de geschiedenis van de plek. We zijn inmiddels werelderfgoed, staan we bovenop. UNESCO werelderfgoed. Dus het is ook iets waar je heel erg trots op kunt zijn als oudste stad van Nederland. Ja, we hadden vandaag een mix van wolken en zon en in de middag viel er ook nog een bui. Komende avond kan er ook nog een buitje vallen. Daarna gaat het opklaren. In de nacht ontstaan er hier en daar wat mistbanken. En het wordt langzamerhand koud, want de temperatuur zakt vannacht naar een graad of 3. Na een koude start van de dag en hier en daar een mistbank zien we in de ochtend wat zon. Later in de middag neemt de bewolking wel weer toe, maar het blijft bij ons in de regio gewoon droog. Temperatuur morgen ja, zo'n 12, 13 graden. Vooruitzichten, zondag een dag die bewolkt is met in de middag wat regen. Maandag in de ochtend nog een bui en later wordt het dan wel droog. Daarna blijft het wisselvallig met temperaturen die langzaamaan iets omhoog gaan. Tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzending kun je altijd terecht op ons YouTube kanaal. Volg ons ook even op Facebook, Twitter en Instagram. En voor het laatste nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl. Morgen zijn we er weer met dan het weekoverzicht. Een fijn weekend!